welkom hier in deze prachtige Sint-Augustinuskerk op de verkiezing Mr. G Vlaanderen 2014. En zoals u daarnet al hebt kunnen waarnemen, tijdens de openingschoreografie gaan we een knallende show worden. De kandidaten hebben zich dan ook natuurlijk de week weer goed voorbereid om hier vanavond op dit podium het beste van zichzelf te geven. Geef je respect en krijg respect van je leraar. Als je les van de CG Vlaanderen, dan zorg dat iedereen respecteert wordt voor wie hij zij ook is. Universiteit is belangrijk in deze land. Zo zijn, amuseer je ook en onder de lab op een gegeven als mens die opkomt voor zijn rechten, die zijn rechten ook altijd zal verdedigen, zijn
iedereen ook altijd zal verdedigen. Freedom of speech, dat is uiteindelijk waar ik naar wil streven. Mijn naam is Willem Joris, 28 jaar en afkomstig uit Leuven. Als doctoraatstudent aan de KU Leuven onderzoek ik de nieuwste regering over de wereldcrisis. Daarnaast is mijn grootste passie sport en dan voornamelijk tennis. Daarbij kan ik mij volledig ontspannen, zowel geestelijk als lichamelijk. Ik heb me daarom tijdens gisteren in Vlaanderen steeds ingezet om de thematiek controlerische sport weer bespreekbaar te maken en te werken aan de mentaliteitswijziging zowel bij de supporters als bij de clubbesturen. Ik heb ook meegewerkt aan een campagne van Savaria en gelijk aan Vlaanderen. Die campagne heette Sport for Everyone. Dat was een campagne tegen homofobie in de sport. Ik heb meegedaan in deze verkiezing niet om de mooiste te zijn, maar juist wel om een meerwaarde te zijn voor de samenleving. Ik heb campagne gevoerd in het onderwijs. En waarom? Het onderwijs, dat is de sleutel van alles. Iedereen heeft naar school geweest, die heeft de juiste begeleiding nodig gehad. En op bepaalde momenten merken we toch wel dat de begeleiding er soms niet is. Dus daarom heb ik dus van tijd gelaten invullen door de directies van de school. Die hebben daar vrijwillig aan meegewerkt. En aan de hand van de antwoorden van de vragen zien we wel aan wat we moeten werken. Een goedenavond aan iedereen. Ik ben Marjan Zalman, ik ben 32 jaar en ik woon in Winnegem. Ik ben arbeider van beroep. Belangrijk is dat wij allen als mens weet hoe belangrijk het is om voor onszelf tevreden te zijn. En ik weet dat inderdaad velen van ons ontevreden zijn soms met onszelf. Hoe heet de eerste Vlaamse artiest die onlangs afscheid nam van het podium, die in de jaren 70 zijn coming out deed als homoseksueel? Was dat A, met Fendi, B, van de kampioen op C, Bart Gaillard? Nu de antwoord. Na Rusland werd er enkele maanden geleden onder de Oegandese president een nieuwe anti-homo-wet ondertekend. Wat gaat er voor je heen als je dit hoort? Eigenlijk heel kwaad, omdat die mensen het nooit vanzelf zien. Ze worden eigenlijk afgeslacht, of wat ze zeggen, gestolen door de maatschappij. En dat mag eigenlijk niet, omdat iemand zichzelf kan zijn. Dat is steeds belangrijk ook in de zijkant. En wij zijn mensen. En de bedoeling is dat iedereen leert hoe hij zijn ook wil. Oké, dankjewel. Hoe sta je in de open en
Maar natuurlijk, geen resultaat is natuurlijk wat die kinderen hebben van hoe je dat is eigenlijk best. Zo'n school, dan zijn twee papa's zijn of twee mama's, die zijn voorlopig geen deel toch. Dus ik hoop dat daar het toekomst een deel van komt. Maar ze wel heel goed zouden kunnen doen in cursussen, is bijvoorbeeld twee maanden doorstellen. Ik ben van altijd. De laatste jaren zijn er weer enkele volkstrokjes naar de kast gekomen en toch blijven in sommige sportpakken van de taboe. Heb jou ooit tegenhouden om een bepaalde sport te gaan vinden? Nee, ik heb eigenlijk nooit tegenhouden om een sport uit te oefenen. Ja, iedereen kan een sport uit oefenen, ook al hoe je geaard bent. Ik vind dat gewoon jezelf blijven. En na ja, zo'n 100 vergaan, en dat maakt niet uit. Ja, of dat is ja, niet of biseksueel, oké, dat maakt niet uit. Het cijfers blijkt dat er nog steeds veel mensen gepest worden op school en op werk. En ik denk, ja, als leerling moet je blijven, dat is goed gemaakt. Omdat we anders geaard zijn, ben je ooit in aanraking gekomen met pesters op die reden? Goh, ik heb dat eigenlijk op school eigenlijk niet meer leren. En de leerlingen gaan waarden zoals ik ben. Oké. De homogemeenschap krijgt vaak het verwijt dat ze meer dan waard willen worden, maar toch blijven ze aparte feestjes organiseren, waar vrouwen bijvoorbeeld niet welkom zijn. Is het verwijt volgens jou terecht? De meeste zeggen, wat zijn homo's? Wat zijn hetero's? Wat zijn homoseksuelen? Ja, het zijn eigenlijk gewoon namen die hebben onze maatschappij gegeven aan een soort van mensen. Het is zo dat ik inderdaad heb gedaan, we doen heel graag mee op zaterdagavond naar een gaybar. Maar inderdaad, die worden vaak geweigerd vanwege de geaardheid. Meer en meer duiken tegenwoordig homo's op in tv-programma's en series. Denk je dat dit kan helpen willen om de aanvaarding te vergroten? Ja, zeker. Ik denk dat televisie een belangrijk medium is en dit gaat helpen om de bedrijfsstaat van homofobie te vergroten. Want homofobie wordt in grote mate bepaald door onwetendheid en vrees voor het onbekende. En indien homoseksualiteit getoond wordt op het beeldscherm, dan zal dit de onwetendheid wegnemen en zal ook de bedrijfsstaat toelaten. Mr. K. Vlaanderen zal een ambassadeur worden voor de Olympiegemeenschap, de Vlaanderengemeenschap. Welke projecten zal jij ondersteunen als je vanavond op Mr. zal worden gekozen? Natuurlijk. Dat is ook een bewogen
Dan kwam Pieter de Vlaanderen op mijn pad en haalde ik in Vlaanderen. Ik ben eigenlijk van onzeker tot weinig zelfvertrouwen, groeit ik nog met heel veel zelfvertrouwen, maar toch wel heel veel zekerheid in het leven staan. Dan de organisatie. Ik ken Johan, Lieber, Vodegraven, Petra, Misagisten, de Kapper, Filip, Maxime, Joska, Kenneth, dankjewel. En dan, niet te vergeten, twee belangrijke speelfiguren van Miss Keer Vlaanderen. Dat hebben heel veel te verduren gekend dit jaar. Dat ze blijven doorgaan, blijven er geloven, dat blijven doen. Bravo Nivan, dankjewel. Thank you.